6 maanden geleden heb ik deze S-toeren gemarketeerd. Dat was het begin april. Het is nu eind september en de boom die mag er nu af. Dus we gaan eens kijken of we hem los kunnen zagen. Zo, 1 marketering. Gedurende de winter heb ik deze S-doren een beetje bedraad, een beetje dus de top weggespannen. Ik heb namelijk de bedoeling om hier een soort van cascade van te maken. De boom die zit dus natuurlijk nog steeds in zijn kleine potje, waar die dus uiteindelijk afgezaagd is. En zal ongeveer in een half cascade opgepot worden in een zelfgemaakte schaal. Om dus ook deze cascade een beetje een goede vorm te geven, heb ik hier zolang een pijpje van de stofzuiger tussen geschoven om een achtertak weg te krijgen van de hoofdtak. Dit ga ik natuurlijk nu vervangen, want als het straks omgepot wordt, is dat geen mooi gezicht. Dus die haal ik er tussenuit. En dan heb ik een klein stukje hout voorbereid, wat ik ertussen kan zetten, waarmee ik dus de takken uit elkaar kan douwen. Verder ga ik aan deze boom op het ogenblik niet veel doen. Hij begint nu uit te lopen. We zitten eind maart, 30 maart. Dus hij doet het goed. Dus ik verwacht ook dat de beworteling ook goed zal zijn. Maar dat laten we dus weer zien als we straks de zaak gaan verpotten. De marketering die ga ik straks uit zijn potje halen. Waar hij dus nog in zit, waar hij mee geënt is. En vervolgens ga ik deze plaatsen in een zelfgemaakte schaal. Deze schaal die heb ik een aantal jaren geleden heb ik die zelf gemaakt. Die is hard gebakken. Het is eigenlijk een overongelukje, want hij is dus aan de randen gebarsten. Hij is in elkaar gezakt. Maar uiteindelijk is het een soort van slab. Hè? Een beetje dus ook om een cascade erin te zetten. Maar het geheel moet ze eigenlijk meer voordoen als een landschap. He, dus niet als een pot, maar het is meer een soort van slab. Je moet erg opletten, want de blaadjes, de jonge blaadjes, zijn nu net aan het uitlopen. Dus de plant is eigenlijk heel kwetsbaar. Maar er zit een keurige wortelvoet aan. Mooi beworteld. Een beetje proberen om de hele draaiwortels die in de pot zitten, om die dus in ieder geval dat draaien eruit te krijgen. Dat dus die wortels zijn eigen straks ook mooi over de nieuwe pot verdelen. En niet maar op één plek blijven zitten. Dat is de bedoeling van het nu eventjes uit elkaar halen. De boom krijgt hier natuurlijk wel een heel klein tikje van. Niet heel erg hoor, maar in ieder geval, kijk hieronder zit nog een stompje waar dus wat het nieuwe wortel is. Dat zal op den duur ook helemaal afrotten, maar dat ga ik er nu al afhalen, want doordat ik, als ik dit eraf haal, dan heb ik dus een plattere wortelstam en kan ik deze mooier in de schaal plaatsen. Zo, die is eraf. Ik doe hier verder niks aan. Ik zet er ook geen afdekmiddel op of iets dergelijks. Dus
Dit blijft gewoon zo, waar het leven zit, dat rot niet weg. En waar geen leven zit, dat rot wel weg, dus dat verdwijnt gewoon weer. Dus nu ga ik de schaal even voorbereiden. Ik heb Akedama, Kiryu en wat turf voorbereid. En wel 4 delen Akedama, 2 delen, 2 delen Kiryu en 1 deel turf. De boom komt dus bijna helemaal aan de linkerzijde te staan, aan de linkerkant. Die wordt dus eigenlijk ingeklemd door de zijwanden. Die moeten straks natuurlijk wel netjes mooi, overal moet er nog Akedama tussen komen. Moet mijn Akedama opgevuld worden, zodat het dus ook strak komt te zitten. De boom zal ook nog onderstut moeten worden. Ik zal er straks eventjes met draad een houdertje maken, zodat hij met dikke draad is, hè, zodat hij dus omhoog gehouden wordt. Een beetje in stand. Ik ga het niet harder aantrekken, want dan gaan de wortels, worden de wortels te veel ingeklemd. Dus dat laat ik zo eventjes zitten. Zo, dan ga ik eerst even een draad pakken, dat ik de boom meer stut. Want dit hangt te veel, dan moet dus hier ondersteund worden met een draadje of zo. Dan ga ik het even pakken. 4 mm draad gepakt. Kun je heel mooi dus een stut van maken. Even iets anders gebruiken. Tangetje pakken. Zo, dan heb je een soort van krukje. Nou, dan vervolgens kun je je draden op lengte eventueel afknippen. Als dat nodig is, kun je dit eronder zetten. Je moet alleen op een steunpunt zoeken. En dan kan zo'n boom niet meer omvallen. Wortels die zich niet goed naar beneden laten douwen, maak je gewoon eventjes met een draadje een soort haarspeldje. Druk hem vast.
aan te blijven zitten. Ja, ik zie dus nu van afstand dat de boom dus nog te hoog staat, dus hij moet ingekort worden. Ik denk dat het ook iets beter is. Zo, dit is nu dus de S-doorn zoals hij opgepot zit in zijn schaal, in zijn landschapsschaaltje. Ik heb hier nog een spandraadje overheen gemaakt om de bomen dus nog meer te verankeren. Dit was het tot nu toe. De snoei en dergelijke, nou dat is als het boom dus helemaal in blad staat. En verder zal ik in deze boom niets meer doen. Ik zal hem voorlopig maar rust laten, tot hij goed en mooi kan bewortelen. En dan in het najaar ga ik de takken zetten. Maar dit is uiteindelijk dus eigenlijk een bonsai van niks. Gemarketeerd, zelfgemaakte schaal. Heel eenvoudig, niet duur. Voor iedereen goed te doen. Dus ik zou zeggen, mensen, zet hem op.